Goedenavond, dames en heren. Het is 11 uur geweest en dat betekent dat we live naar Studio Barcelona gaan. Daar zit vanaf vandaag Mart Smeets. Hallo Mart. Dag Tom. Zit ze al bij je? Ze zit er nog niet. Wat een avond, dames en heren. Wat een fantastische avond. Kippenvel en erger dan dat. En hier, op deze stoel, moet ze zo komen zitten. Maar ze is er nog niet. En waar ze is, weet ook niemand. Ze is onderweg ergens van festiviteiten. En ze, wilt u dit beeld even goed in u opnemen, wat u nu ziet? Dat is het mooiste wat je toch kan hebben. Een Olympisch kampioen. Vanavond hier in Barcelona. Dat vergeten we niet gauw, degenen die erbij zijn geweest. U was er thuis bij. Was u er ook bij toen die andere vier Nederlandse vrouwen vanmiddag voor een medaille gingen? Want ineens kwam het bericht van de dressuurploeg gaat voor misschien wel zilver. En wat werd het? We gaan kijken naar de laatste, maar dan ook de laatste Amazone van vanmiddag voor Nederland. De spanning. Ze rijden mee. Kom, hou maar in de gang. Die wil ze zo minder. Einde proef en de ontlading. Emoties. Ja, jullie moeten het even meeleven. Dachten we wel dat jullie spannend, hè? Echt spannend. Nou ja, we doen een schone broek aan. Welk broek bedoel je? Welk broek bedoel je? Nieuwe broek die ik gekregen heb van NS. Met buik. Ceremonie protocolair. De bloemen. De champagne. Ja. Proost. Oh ja, die zorgt goed voor jongens. Gezondheid. Hey, en, nou, en de reacties. Heb ik geen antwoord. Ik heb in Los Angeles op één punt net de finale niet gehaald. En in Seoul zat ik twee plaatsen buiten. En nu zit ik erin. Ik ben dus nu sinds een jaar met Chef aan het trainen en het is gewoon echt in een stijgende lijn. Ik heb de laatste wedstrijden wat ik allemaal gereden heb, het is gewoon iedere keer beter geworden. En we hebben echt geprobeerd naar een toppunt toe te rijden en dat is ook gelukt. En precies op tijd? Ja, precies op tijd. Ik heb er hard voor moeten knokken en het is uitgekomen, die droom. 436 punten en dan komen er toch nog tranen. Hoe kan dat nou? Ja, dat hoort ook bij topsport. Dat is keiharde sport natuurlijk. En ja, als je dus op het voorterrein zo goed gaat en dan laat het in de proef vallen, dan is het even slikken. Ik moest naar de dopingcontrole. En dat ging niet helemaal? Nee, dat ging niet helemaal zoals het hoorde. Ik had 68 kubiek in het potje geplast, maar dat moest er dus 75 hebben. Dus ik moest nog een keer terugkomen. En bondscoach Henk van Bergen relativeert. Wanneer dat mislukt, om het zomaar eens te zeggen, dan ben ik daar, ik mag wel zeggen, doodziek van. En nu dat alles gelukt is, dan heb ik niet zo'n doldriest gevoel zoals de meeste anderen, maar dan ben ik gewoon zeer voldaan. En dat waren vier zeer blije vrouwen vanmiddag daar na de dressuurploeg. Zilveren medaille voor de Nederlandse ploeg. Vier paarden, vier vrouwen. En het mooiste moest toch toen nog komen. Ze is er overigens nog steeds niet. Dus maken we maar een grote stap terug. In de ochtenduren stond er voor de mannenhockeyers een hele, hele belangrijke wedstrijd op het programma. Daar gaan we. Terrassa, 9:45 vanmorgen. Gistermiddag was het hier 40 graden en werden de Nederlandse hockeydames totaal onverwacht uitgeschakeld. Vandaag is het de beurt aan de mannen. Als zij de halve finales willen bereiken, zullen ze tegenstander Maleisië met 4-0 moeten verslaan.
In tegenstelling tot bij de dames gisteren zorgt een fikse onweersbui voor Hollandse omstandigheden. Nederland moet met minimaal 4-0 winnen om zich te kwalificeren bij de laatste vier. Dat is Kees-Jan Diepenveen, 283 interland, 36 jaar en de absolute uitblinker als het gaat om het trekken van het voortouw. Alsof het zijn eerste wedstrijd is. De tweede corner van de wedstrijd en daar is die 1-0 via Taco van de Honert, een schitterend doelpunt. Stefan Veen had de voorkeur gekregen boven Maarten van Grimberg en Gijs Weterings op links. Gaat goed de cirkel in. Hoe gaat hij dat afmaken? De kans voor Veen en die schiet over. En dat zou in de eerste helft vele malen gebeuren. Ongelooflijk veel kansen, want Nederland was alert. Diepenveen. En dan hoort u daar het onweer bij die 1-0 stand. En dan overweegt scheidsrechter Nash om de wedstrijd te staken, want eigenlijk mocht dat. Maar hij zag het goed, het onweer trok weg. We gaan dan naar de 13e minuut, de vierde corner voor Nederland. En die wordt niet reglementair verdedigd. En dus een strafbal, Mark Delissen. Met een perfecte beweging maakt hij er 2-0 van. En dan hebben we in de eerste helft nog 22 minuten. En het is voorlopig nog roken op de bank. Poortenaar langs de zijkant. Stefan Veen loopt weer in het centrum. En de ingreep is van Ahmad Zainal omdat de inzet van Veen te zacht was. Opnieuw de aanval via Mark Delis, ook zeer actief. Taco van der Honert met zijn onweerstaanbare soli. En dat is hem, Delissen. 3-0. 33e minuut. Een fantastisch doelpunt door een eensgezind aanvallende ploeg. Maar 3 is nog steeds geen 4. En dan de tweede helft. 8 minuten is hij oud. En daar een geweldige tip in van Mark Delissen. Zijn tweede doelpunt. En nu zijn de 4 doelpunten binnen. Maar dan mogen er geen tegentreffers vallen. Kijkt u maar, wat een schitterende tip in van Delissen. Opnieuw een vrije slag voor Weterings in de 17e minuut. En wie is daar? Taco van der Honert maakt er 5-0 van. Nu is er marsje. Nu is de halve finale zeker veilig gesteld. Prachtig doelpunt. De 9e corner dan voor Nederland. De stop, de inzet en hey, nu is de bal weg. Ahmad Zainal was de laatste die hem had en daar zit hij in zijn schoen. Een ongelooflijk interessant moment. Dat is humor in de sport. En dan moet je op de rand van de cirkel met een boelie beginnen. Weterings wint het duel, gaat de cirkel in, schuift hem op de voet van een verdediger. En weer is het een strafcorner. En de ongelukkige man was Kania. De stop, afschuiven, Weterings via de paal naast. Variant dus, maar toch 9 corners inmiddels al in die tweede helft. Delissen heeft Brinkman aan de rechts naast zich. Die neemt nu aan, gaat in de cirkel, moet het afmaken. Maar zijn inzet is te zacht om Ahmad Zainal te verrassen. Maarten van Grimberg, inmiddels ingevallen voor Stefan Veen. Opzettelijk afgehouden, een zware overtreding van de nummer 11 van Kania. En dus een strafcorner. De stop, het afschuiven. En dan is het Taco van der Honert die er 6-0 van mag maken. 8 punten uit 5 wedstrijden, een doelsaldo van 10. En Nederland wint met 6-0. En zo bereikt Nederland dus de halve finale. Wat vindt de bondscoach van Oranje van de overwinning? Ja, het Nederlands elftal speelde zeer sterk. En dan kan wel zeggen dat de andere niet best was. Maar dat zal wel aan het Nederlands elftal gelegen. We domineren van het begin tot het eind. Goed teamwork. Snel. Fysiek sterk. Wat wil je nog meer als trainer? Ja, het is toch een lastige wedstrijd om met meer dan 4 doelpunten verschil te winnen. En, maar ik ben natuurlijk heel blij dat we daarin geslaagd zijn. Want wij zijn nu van de problemen af, zitten in de halve finale. En Pakistan en Spanje spelen vanavond voor de tweede plaats. En ik had er niet aan moeten denken dat we de hele dag hadden moeten wachten om te kijken of Spanje eventueel van Pakistan had moeten winnen. Wees eens eerlijk, vooraf had je best wel je bedenking over dit team. Meer kwaliteit was er niet in Nederland, heb je steeds geroepen. Toch verbaasd? Nou ja, ik heb zeker mijn bedenkingen gehad. Maar goed, we zijn met elkaar toch een wat andere weg ingeslagen. Ik heb in eerste instantie gezorgd de afgelopen 2 maanden dat ze topfit werden. En nou, dat blijkt tot op heden na 5 poolwedstrijden goed uit te pakken. En ik denk dat dat de grote winst is. En dat kan ook wel eens een gevaar betekenen voor de tegenstander. Dat het Nederland zelf, ook al komen ze achter, wat we ook in dit toernooi al een keer hebben meegemaakt, goed kunnen terugkomen. En nog even die varianten van die strafcorner, die lijken wel bekend. Want... Ja, net, dat heb je heel goed gezien. Die zijn zeker bekend aan de tegenstander, maar maak je niet ongerust, want we hebben nog een aantal varianten. Die proberen we zo lang mogelijk achter de hand te houden om die
op de cruciale momenten in de halve finale of eventueel in de finale te kunnen spelen. Dus het is meer een kwestie van dat we een aantal varianten gewoon niet laten zien. Nou, deze zijn bekend, maar je ziet vandaag met deze variant hebben we ook twee keer gescoord. En als je goed speelt is je gewoon onhoudbaar. Die twee wissels aan het slot van de wedstrijd, waarom was dat? Ja, er is een idiote regel dat iedereen, al heeft hij maar één minuut gespeeld, in het veld moet hebben gestaan. Anders komt hij dus nooit voor een medaille in aanmerking. Tegen Pakistan begon je met Maarten Grimberg in de basis. Vandaag Stefan Veen. Heeft hij hem eruit gespeeld? Nou, het is niet de kwestie dat hij hem eruit speelt. We hebben gewoon vier goede spitsen. En Stefan bleek elke keer als hij erin kwam dat hij door zijn bewegelijkheid gewoon veel gevaar kon geven. Dus wat dat betreft was dat nu ook eens tijd om hem eens een keer te laten beginnen. Wat vond u van de spits, Stefan Veen? Ja, die hebben het natuurlijk zoals elke spits, hè, bijzonder moeilijk. Omdat ze de beste verdedigers tegen zich hebben. Maar hij maakt een zeer sterke indruk. Ja, het is niet makkelijk om hem af te stoppen. En in hockey helemaal niet natuurlijk. Want bij het minste geringste is er een overtreding. En regent het strafcorners. En daar hadden we dus iets meer moeite mee vandaag. Maar laten we maar zeggen dat het met de halve finale beter gaat. Hè. We zeggen dan ja. Ja, toen werd er over we gepraat. Praat rustig door. Maar ze zit er nu. Ellen is er. Frans Thuis is de trainer. Kees-Jan Diepenveen, daar zouden we verder mee gaan praten. Maar Kees-Jan, dit is het moment om nu dat te laten. Hè? Okay. Ja. Waar was je? Waar ik was? Ja. De eerste helft van de race bedoel je? Nee, we hebben zo lang op je moeten wachten. Hoe is je gang van daarboven, van die berg, naar hier gegaan? Nou, het was eigenlijk een heksenketel, want ik moest dus naar de ceremonie. Maar dan moesten we eigenlijk weer 40 minuten wachten. En toen moesten we naar de dopingcontrole, moesten we ook een hele poos wachten. Dus daarom duurde het allemaal zo lang. Ja, ja. En toen heb ik begrepen, ben je in een soort van erehaag van boven naar beneden gestuwd voordat je hier zat. Nou, dat is wel lach, ja. Want toen liepen dus een hele zooi Spanjaarden. En sommigen die waren inderdaad van, hé, daar loopt iemand die goud heeft gewonnen. Dus dat was wel grappig. Ja, ja, ja. Ja. Weet je alles op het ogenblik? Is het allemaal... Ja, eigenlijk wel. Je bent heel rustig, nuchter? Nou, rustig weet ik niet, maar... Ja. Ja. Weet je hoe je straks het stadion binnenkwam? Hoe je er toen uitzag? Nee. Moet je even kijken. Zo. Het is 7:55. En daar komt Ellen van Langen. Achter Kierot. Gespannen. Zenuwachtig. Zoals bij alle racers die ze hier liep. Buiten krijgt Romanova de gouden medaille. Dezelfde medaille die Van Langen dan ook zo graag wil hebben. Als zij inloopt op de inloopbaan. Op dat moment... verrekt deze Derek Redmond zijn hamstrings. En inmiddels staat dan Anna van Langen in baan 7 voor haar 800 meter. We pakken de race op, 250 meter voor het einde. Dan ligt ze nog vijfde, achter Kovac, Mutola, Kirot en Nurot Dinova. En ze zit hier naast ons in de studio en nu ziet ze het voor het eerst zelf terug. Nurot Dinova. En kijk naar de ogen van Van Langen. Daar zit iets in van, ik kan het halen. En de rest van het verhaal kent u. Want ze haalde het. Olympisch kampioene op de 800 meter. Ellen van Langen. En zelf kan ze op dat moment het nog maar nauwelijks beseffen. Nieuw Nederlands record 1:55.54. Bijna 1/4 sneller dan deze verliezende wereldkampioene. Nurot Dinova, Lilia van Voren. En dan die ereronde. Eerst kwam er die oranje handdoek. Waar kwam die vandaan? En toen ook nog een Nederlandse vlag. Maar ze was te moe om hem helemaal uit te hangen. Ellen, Ellen, kom gauw. Hey meid. Fantastisch. Ongelooflijk, die eerste ronde ging helemaal niet zo heel goed. Maar ik dacht alleen maar geduld, geduld, misschien het laatste stuk. Ik wist toen ik naar de binnenkant kwam dat het mogelijk was dat ik ingesloten raakte. Maar ja, ik was zo moe, ik kon niet anders. Je hebt zo goed gewacht. Dus ik dacht, het enige wat ik kon was wachten op een gaatje en dat kwam. Olympisch kampioen zonder een meter kopwerk gedaan te hebben. Misschien de laatste 10 meter. Ja, het is ongelooflijk, maar het ging veel te hard voor mij. De eerste 100 meter oké, maar daarna moest ik echt sprinten om bij de groep te komen. Dat was moeilijk. Hier de verliezer. En dan het telefoongesprek met thuis, met Hans Koeleman. Hoi, heb je het gezien? Hoe was het? Oh man. Ja, dat was zo mooi. En ik snap niet dat ze op het laatste stuk zo in het gaatje lieten vallen. En dan de persconferentie.
met Kirot en de nagels van Nirodnova. En in alle talen moet Ellen van Lange uitleggen waarom ze won. Hier haar trainer, this Frans Thuis. Was what we had expected. And the last 100 meters when I saw the hole, I thought, yeah, I'm gonna win. Maar vooral Kirot was aan het woord. En heel erg geëmotioneerd. Kijk eens. A poco meses de este juego lo perdí. Want ze vertelt daar dat ze 4 jaar geleden de snelste was op 800 meter. En toen van Cuba niet naar de Olympische Spelen mocht, wegens de boycott. En nu zegt ze, nu ben ik niet meer de beste. Dus dat goud van toen is me eigenlijk ontstolen. No tengo la suerte de que he tenido ese sueño. Y de que él también quiso verme en unos Juegos Olímpicos. Anna Fidelia Kirot, niet op het hoogste podium. Want daar zat zij. Ellen van Langen. Ellie van Langen. En heel veel Nederlanders. Ik schat een man of 5000. Vakantiegangers, maar ook echte atletiekliefhebbers. In het moment waarop we zo lang hebben gewacht. Het moment van goud, maar natuurlijk vooral het moment van die Ellen van Langen. Daar staat ze op het bord bij die 60.000. Toen naar de doping en daarna naar ons, naar Mart. Nou, en nu is het 11:50. Nu heb je een hele snelle film zien langskomen. Hè? Zullen we nog eens bij het begin beginnen? Frans zei net, je was zo gespannen toen je binnenkwam. Ja, klopt. Ja? Ik was heel gespannen, maar ik denk op de juiste manier. Ik bedoel, dit is de Olympische finale, dus als je dan niet gespannen bent, ja, dan kan er ook niks gebeuren. Dat moet de spanning zijn. Is zo'n dag lang, zo maandag? Nee, valt wel mee. Ik deel die meestal op dezelfde manier in. Je gaat soms een beetje loslopen en je gaat dan wat eten. En de rest van de dag een beetje op bed liggen, lezen of als het kan slapen, maar dat kan meestal niet. En ja, of dan ga je even naar buiten met wat anderen kletsen. Ja. Dus je hebt het als routine beschouwd? Nou, die dagindeling wel, maar niet het gevoel erbij. Want meteen toen ik opstond, toen was ik eigenlijk al gespannen. Maar juist omdat je zo'n routine dagindeling hebt, ja, dat is eigenlijk wel prettig, want daar hou je ook een beetje aan vast. Ja, ja. Ja. Frans, heb jij iets aan de gemerkt vandaag? Dat je dacht van, oeh, even niet? Nou, wel af en toe even niet, ja. Maar ik herkende het wel. Het was allemaal een graadje erger als anders. Maar ik had geen twijfel over of ze verkeerd bezig zou zijn. Dat niet. Absoluut niet. Nee. Wat mij zo opviel, dat je nu zo verschrikkelijk lang moest wachten voordat je aan de start kon staan. Ik zag je ook kribbige bewegingen maken. Ja, dat klopt. En ik had het eigenlijk een beetje verwacht, want ik vond dat we heel vroeg de baan op gingen. Toen had ik op mijn horloge gezien dat we nog 10 minuten hadden. En dat maar je was anders dus niet zo. 10 minuten daar gestaan. Ja. Met je dribbelen, met je tuttelen. Hè? Ja. En dat was iets van begin nou, hè? Ja, want dan ben je er gewoon klaar voor. Dan wil je beginnen. En dan wil je niet nog eens een keer weer een versnelling maken of zo. Je wil gewoon meteen beginnen. Ja. En dan moet je die spanning vasthouden, dat is wel moeilijk. Wat je net tegen Siert zei, direct na afloop van, je moest sprinten om bij te blijven in die eerste ronde. Het ging knoeihard. Ja, dat klopt. Kijk, ik had alleen Corina voor me, omdat ik in baan 7 zat en zij baan 8. Dus toen dacht ik dat we wel hard weggingen, maar toen kwamen de bocht uit. Toen zag ik de hele veld 20 meter verderop. Dus dan moest ik echt keihard sprinten om daar naartoe te komen. En daar kon je natuurlijk ook niet uitrusten, want toen was het, omdat het zo hard ging eerst rond. Dus dat was wel moeilijk. Dan moet je echt dus je tweede adem meteen hebben en knal door. Ja. Kees-Jan had het er straks over. Je hebt zitten kijken naar de race en jij had ook zoiets van, wanneer komt ze nou? Hè? Ja, ik was een beetje bang dat ze te laat zou starten, moet ik eerlijk zeggen. Ze kwam ook vrij achteraan de bocht uit. Ja, maar ik geloof dat we dat allemaal... Jongens, kom, laat je niet opsluiten, want ze bleef ook de hele tijd binnen zitten. Dus, ja. Was dit puur berekenend? Nou, een beetje wel. We hadden het van tevoren erover gehad, Frans en ik, van hoe het zou gaan. En dit was eigenlijk wat we hadden verwacht. Maar ik kon ook weinig anders. Kijk, het ging zo hard en dat is gewoon mijn zwakste punt. Als ze zo hard openen, dus ik kon gewoon alleen maar mee. Wat een heerlijk zwak punt van je. Ja, het is ook niet zo erg, maar de enige mogelijkheid wat ik had, was gewoon meegaan. En liefst aan de binnenkant loop je zo weinig mogelijk meters. En dan maar hopen dat het een gaatje valt. En toen dat gat dan viel, ja, dat nou, denk je van... Jongens, wat doen jullie nou? Ja, dat dacht ik inderdaad, maar ja... Hartelijk dank. Ja, dus dan sprint je dan meteen in. Ja. En toen wist ik ook van dat ik het kon winnen, En toen je er voorbij was?
Ja, dat is zo'n gek gevoel, want dan zie je niemand naast je. Gewoon helemaal niemand. Dus dan denk ik, ik ga het goud winnen. Ja. Ja, dat is... En die grimas die je trok, die je net gezien hebt van jezelf. Die grimas, je bent over die streep heen en dan... Ah, hè? Ja, maar ik was ook zo kapot. Dat je eigenlijk is een... Ja, dat is eigenlijk heel verwarrend, want je bent zo kapot dat je ook bijna niet blij kunt zijn. Je bent echt zo onwijs kapot, dus dat is ook wel... Hoe lang heeft dat geduurd? Nou, tot halverwege mijn eerronde nog, want... Waar, hoe kwam je aan die handdoek? Ja, dat weet ik niet. Die kreeg ik ergens. Dus ik weet het eigenlijk niet meer. Onderweg had iemand toevallig een oranje handdoek. Denk ik, ja. Je hebt er ook heel lang over gedaan, over die eerronde. Was dat omdat je wilde genieten? Ja, tuurlijk. Je dacht van, nou, dit is voor mij en zoeken jullie het maar uit. Ja, ik bedoel, dat is... Ja, zoiets, dat maak je niet zo vaak mee dan. Ja. Dan wil je gewoon genieten, ja. Ja, ja. Overigens, dit is je tas. Zou je zo vriendelijk willen zijn om hem even te laten zien? Ah, tuurlijk. Dan praat ik even met Frans door. Dit is wat ze kan. Of zeg jij van, lucky shot dat het gat viel. Maar, of dit is de Ellen van Lange zoals we haar optimaal... Ah ja, daar is die. Ja? Ga maar door. Nou, ik denk voor dit moment is het... Ik zou er niks op willen zetten dat het nu nog op dit moment een 1000ste harder zou kunnen. Ik denk het niet. Ze heeft er alles van dan ook, alles overal vandaan uitgehaald. En ja, ik weet dat, maar langzamerhand de rest ook natuurlijk. Ja, de hele wereld weet het nu hoor. Maar voor het moment is het absolute maximum, absoluut. En op de lange termijn absoluut niet. Ja. Zullen we het daar nog eens niet over hebben? Want het lijkt me zo ver weg. Dit is jouw avond en geniet van deze avond. Wat heb je allemaal gedaan de afgelopen minuten? Heb je ergens één moment van bezinning? Nou, het was even toen ik in de dopingcontrole moest wachten en ook voor de ceremonie moest wachten. Dan... Ja. Ja, maar dan denk je eigenlijk nog nergens aan. Het is heel gek. Dan vliegt alles langs? Ja. Ja. Ja, eigenlijk wel. Na zo'n gek jaar, waar het in eerste instantie toch allemaal tegen zat. Ja, kijk, daar moet je wel aan denken. Dan denk je ook van, ja, we hebben er ook gewoon keihard voor gewerkt. Ja. Je praat nu heel duidelijk in we. Ja, ik bedoel, daar betrek ik Frans ook in. Ja. Ik bedoel, wat het hem ook heeft gekost, dat is niet zoveel minder als wat het mij heeft gekost. Ja. Dus. Van die misère hoor je nooit wat van sportmensen. Hè? Het ging pas goed toen je in Hengelo zo hard liep. En toen ineens, ja, dan valt iedereen over je heen. Gek is dat, hè? Ja, maar ja, dat is sport. Is dat sport? Ja, denk het wel. Is dat een eerlijke benadering ook? Maar ik weet het niet. Ik denk dat dat gewoon sport en eigenlijk topsport is. Ja. Ja, ja. Kijk, als je goed bent, dan zien ze je. En dat is toch ook logisch? Ja. Ja, vind ik wel. Dat denk ik wel, ja. Ja. Olympische Spelen duren nog even, dat weet je. Ben jij er nou zo een die zegt van, remmen los, hupsé? Ja, kijk, ik had eigenlijk nog de 1500 gepland, maar die ga ik niet meer doen. Uiteraard niet. Nee. Daar kan ik me gewoon niet meer voor opladen. En ik ga deze week gewoon genieten. Ja, het is je zeer gegund. Ja, ik denk dat we vanavond met miljoenen in Nederland hebben genoten. In ieder geval miljarden over de hele wereld. Goh, wat heb je fantastisch gelopen. En besef je het? Het was zo spannend. Waar haalde je de koelheid vandaan? Vroeg iedereen ze. Ja, ik vond het ook wel heel moeilijk hoor. Want ik dacht die eerste ronde ook van, jezus, wat gaat dit hard. En dan ja, je kan alleen maar volgen. Je kan helemaal niet meer aan een plak of wat dan ook denken. Daar denk je niet meer aan. Daar dacht ik pas aan. Nou, ongeveer 100 voor het einde. Ja, ja. En nou zit je er heel bescheiden mee in je hand. Ja, hij is schitterend, hè? Ja. Daar is Nederland. Ja. Ja? Heel veel geluk ermee. Dank je wel. En fantastisch dat je hier was. Mooi. Frans, jij veel geluk, want je hebt nog een pupil die op de 10 kilometer moet gaan lopen. Dus jij moet weer in rust. Ik kom zo bij jou terug, Kees. Fantastisch dat mensen net zat, hè? Ja. De rust. Ja, dat heeft je in de wedstrijd ook laten zien. Ja. Waar zat jij toen je die wedstrijd zag? Ik zat in een restaurant te eten. Ja? Ja. En toen ben je maar gaan staan juichen ook. Ja, nou eigenlijk niet. Een beetje rustig gekeken, een beetje kippenvel gekregen. Kon je dat? Ik kreeg echt kippenvel. Ja, ik ook. Maar goed, ik zit erbij. Ja, ja. Nou, ja, wij zaten in het stadion bij. Wat we nu gezien hebben, het is wreed onderbroken, maar zo mag dat. Jullie verslaan Maleisië met 6-0. De opdracht was 4 doelpunten minstens maken. Is dat een belasting? Aan de ene kant wel. Kijk, als je lekker in het toernooi zit, dan zeg je van, nou jongens, geen probleem, dat kunnen we wel doen. We zaten niet lekker in het toernooi en dan is 4-0. Als je niet makkelijk scoort, is een hele belasting. Ja. Niet makkelijk. Hoe is dat opgevangen? Hebben jullie erover gepraat of gewoon vrijuit? We hebben erover gepraat, maar we zijn er gewoon vanuit gegaan dat 1-0 eigenlijk een basis is, de winst. En dan kan je altijd nog even de andere wedstrijd afwachten. En dan verder een beetje proberen het op te bouwen naar 4-5-0 eventueel. Toen je eenmaal door die 4-0 heen was? Nou, toen het eenmaal 3-0 was, bij de eerste helft, toen wisten we eigenlijk wel dat het makkelijk te halen was. Ja. Hoe was de sfeer in het veld? Rustig. Ja, we hadden eigenlijk heel weinig tegenstand. Dat verbaast ons ook. En als je dat zo merkt in een wedstrijd, krijg je steeds meer vertrouwen. Ja.
Dus wat dat betreft geen probleem gehad. Ik heb jullie prestaties afgelopen week gezien en daar zag ik een golfbeweging in. Nou, we hebben ook verschillende tegenstanders gehad, moet je ook niet vergeten. We hebben, de eerste wedstrijden waren wat makkelijker. Spanje was dan moeilijker, verhoudingsgewijs. Ja. Ook op emotionele punten. We hebben altijd moeilijkheden met Spanje qua spel. Daarna kregen we een wat makkelijkere wedstrijd weer. Het is Nieuw-Zeeland. Daar hebben we nog even achter gestaan, maar eigenlijk achteraf was het vrij makkelijk. En dan krijg je gewoon de sterkste tegenstander in je pool, Pakistan. En daar hadden we heel veel moeilijkheden mee. Dus ja, daar zit een golf in. En dan gaat het nu weer 6-0. Nu heb je dus die twee halve finales die John zojuist aangaf. Pakistan, Duitsland, Nederland, Australië. Is dat de wereldorde, zoals die op het ogenblik bestaat? Ja, ik weet niet wie hier bovenaan zit nog, maar dat zijn inderdaad de beste landen. Ja? Ja. Wat moeten we ons daarvan voor gaan stellen? Australië. De laatste keer dat jullie tegen speelden was in Maleisië. Gelijk spel en verloren naar strafballen. Verloren naar strafballen, dat is niet zo erg. Maar ja, het gaf een beetje vertrouwen die wedstrijd. We hebben toen vrij goed gespeeld. We hadden zelfs mogelijkheden om te winnen. Dat na een hele lange tijd van alleen maar verliezende wedstrijden. Ja. Dus eigenlijk denken we dat we met Australië tevreden kunnen zijn. Maar... Op basis waarvan? Op basis van die wedstrijd in Maleisië? Ja. Wat ik van Australië weet, verbeter me als het niet zo is, het is hard. Ja, fysiek heel sterk. En fysiek heel sterk. Ja. En wat brengen jullie daar tegenover? Fysieke kracht en onberekenbaarheid. En dat is de kracht van Nederland, denk ik. Ze weten niet en hoe kan die... Waarom niet? Nou, we zijn heel onberekenbaar. Het is gebleken bij alle toernooien tot nu toe. Bij de WK ook spelen we een hele matige pool. Pas in de halve finale beginnen we te hockeyen. En in die finale hebben we toen heel sterk gespeeld. Ik denk dat dat misschien ook dit toernooi tot de mogelijkheden behoort. Is het niet zo dat, wat misschien wel veel te makkelijk gezegd wordt, Nederland een strafcornerland is? Nou, kijk, je moet ook de kwaliteit hebben om een strafcorner te behalen. Je ziet ook Duitsland, dat wint ook met een strafcorner. Ja. Dus Pakistan heeft bij ons twee strafcorners gescoord van 3 goals. Dus wat dat betreft, ik denk dat alle landen het nodig hebben. Ja. Dat is de basis van ons spel eigenlijk. Ja. Even over jouzelf. Het verbaast me, mag ik dat tegen? Het verbaast me eigenlijk dat je er weer bent. Neem jij ooit afscheid? Niet dat ik dat wil, maar neem je dat ooit? Ik heb nog nooit afscheid genomen. Ja. Dus ik neem afscheid hierna. Na dit toernooi is het voorbij. Dat weet je zeker? Ja, dat weet ik zeker. Ja. Er is genoeg geweest. Ik ben er een jaartje of 14 bij. Een jaartje of 14? Ja. Ja, het klinkt heel lang, maar als je er veel plezier in hebt, is het vrij snel voorbij hoor. Ja. En wat me opvalt als ik je zie spelen, dan denk ik in het veld, Jezus, wat een klerenleier loopt daar. Een fanaat, je bijt ze als het ware. En buiten het veld is het een totaal andere diepe vriend. Ja, het is karakter hè, wat af en toe naar boven komt in een wedstrijd. Maar dat weet je van jezelf? Ja. Ja? Dat is ook de bedoeling. Ja. Dat speel je ook niet? Dat is de echte vechter die daar bezig is? Nee, want dan zou ik het al 14 jaar spelen. Dat zou heel knap zijn, denk ik. Dan moet ik door de planken. Ga dat niet doen. Blijf nog even in dit toernooi. Nog 2 wedstrijden, als het mogelijk is. Leuk dat je er was. Laat, maar dat mag allemaal. Ellen heeft die plak. Goed, dat hebben we gehad. De hockeyers zien we terug. Zij spelen tegen Australië. Die andere wedstrijd gaat tussen West-Duitsland en Pakistan. En zo hebben we dus de beste ploegen. Van de ene ploeg naar de andere ploeg. De hockeyers hebben het dus gered. Maar of de volleyballers het gered hebben of gaan redden, daar hangt het grootste vraagteken van de hele Olympische wereld boven. En ik heb al eerder verleden week gezegd, het gaat zo langzamerhand afbrokkelen, dat hele idee. Vanmiddag werd er verloren van de ploeg van het Gos. 3-1 in sets. En wat is er toch met die ploeg aan de hand? En wat is er toch aan de hand met die man die de ploeg als het ware droeg met Ron Zwerver? Na afloop keken we en luisterden we naar de volleyballers. Het Nederlands team vlak voor de wedstrijd tegen het Gos. Met in de hoofdrol Ron Zwerver en het delibereren over de opslag. Het inspelen. En de mensen op de tribune. Rechtsonder minister Mai en daar schuin boven minister De Vries. Met de Super 8 camera. Het inslaan. En de Hollandse supporters veelvuldig aanwezig. En dan de wedstrijd, de eerste set. Nederland begon heel geconcentreerd in een fantasieopstelling. Merkwaardig na zoveel tijd voorbereiding dat je in de laatste wedstrijd van de groep een andere opstelling erin zet. Merkwaardig optreden van een coach eigenlijk. Maar de eerste set pakte dat goed uit. Vooral door een zeer geconcentreerde Ron Zwerver. En dan deze actie. Stoppen van de bal. En de blessure aan de voet van Ron Zwerver. Kijken we nog een keer. Hij heeft er last van.
En hier, hij hinkt. Scheurtje in zijn voetpees. En de weef met het meedoen van de hoge gasten. En dan de eerste set, 15-9 gewonnen. Tijd voor een drankje, maar voor Ron Zwerver ernstige problemen. Want hij kan bijna niet meer. Gaat naar dokter Vergouwen en fysiotherapeut Hans Hoekstra. En Arie Seelinger wacht. Maakt een opstelling en rekent erop dat Ron Zwerver terug kan komen. Probeert de strijd te rekken. Hij krijgt een pijnstillende injectie. Ron Zwerver maar is pas halverwege de tweede set weer in staat te spelen. En het rekken lukt niet. Het team moet beginnen. En ondanks deze gebaren van Arie Seelinger, die veel kan bereiken, maar dit niet, lukt het niet en Nederland verliest met 3-1 de belangrijke wedstrijd tegen het GOS. Er was in het begin van het toernooi een ontsteking ontstaan aan mijn voet, aan de spier. En toen ik achter 3 opsprong voor de aanval, toen scheurde mijn peesplaat. Er zit dus een scheur in nu. En ja, dus dat deed behoorlijk veel pijn. Toen ging ik eruit, toen ging er een plaatselijke verdoving in. En toen ben ik weer verder gaan spelen. Ging dat nog wel? Ja, dat zal moeten. Nee, maar we zagen eerst, na die injectie, zagen je nog een beetje hinken. Daarna ging het wat beter, leek het. Maar je hebt er wel last van, neem ik aan. Ja, waar hij dus kan spuiten, dat voel je weinig. Maar heel die peesplaat is natuurlijk gevoelig. En ja, je probeert het er gewoon overheen te zetten. Hoe is nu de stemming bij jullie? Zit het er nog steeds in, voor jullie gevoel? Ik hoop het. Ik weet niet. Het is voor mij afwachten morgen hoe de reactie is. Kijken hoe het verder verloopt en dan zullen we zien. Heb je nog een moment nagedacht? Heb je nog gedacht van, zou ik dat wel doen, zo'n injectie? Nee, het gaat gewoon in. Wat voor een gevaar zit erin dat je er nog meer last van krijgt? Het is moeilijk. Ik moet de beslissing maken wat ik doe. Als ik doorspeel, moet ik waarschijnlijk met injectie spelen. Met alle gevolgen van dien dat er de scheur groter wordt. En waar ik dus maanden uit de relatie ben. Of ik stop ermee. En wanneer neem je die beslissing? Die moet ik met Arie morgen maken. Sterkte. Wat een emoties op zo'n sportdag, maandag. Twee wedstrijden speelden ze en verloren ze. En dan heb ik het over een andere Nederlandse ploeg, de waterpoloploeg. En wat zat er nou vandaag nog in? Ja, om vierde te worden in de pool. En Harry Vriend zat met gebroken hart te kijken naar Nederland tegen Griekenland. U kijkt naar beelden uit de derde periode waarin Nederland met 0-1 achterstaat. Twee ingecalculeerde nederlagen waren er tegen Spanje en tegen Italië. En vanavond moest er dan gewonnen worden tegen de Grieken. Dat was ook heel duidelijk. 14 dagen geleden in Bilbao werd het 9-8 voor Nederland. En dit zou dan de eerste overwinning moeten opleveren in dit Olympisch toernooi. Maar het ging niet goed met het Nederlands team. Verdedigend sloot het best. Terwijl die Grieken ook niet echt goed speelden. Zeker niet gezien uiteindelijk de uitslag die op het scorebord komt. Aan het hoofd van de verdediging was het Bert Brinkman. Verrassend in de eerste wedstrijd in de ploeg gekomen, was zowel gisteren als vandaag, hier hebben we hem, een hele goede en betrouwbare keeper. Alleen, zijn paas hier is niet goed. Dat geeft de Grieken de gelegenheid om de aanval over te nemen. Rondspelen, even dreigen en daar komt het schot en het doelpunt. Onderwatershots. Waarvan je kunt afvragen waarvoor ze nodig zijn. Opnieuw een doelpunt van de Grieken. En dan zo dadelijk beelden uit de vierde en laatste periode. Grieken weer in de aanval. Er moet aangevallen worden. Schot van afstand weer. Brinkman is kansloos. Venetopoulos scoort. En de stand is 2-4. En dan gaat het slecht uitzien. Schermburg scoort wel. En op een goede manier. Van grote afstand. Dan opnieuw een Nederlandse aanval. Op de midvoorplaats Jalo de Vries. Maar hij verspeelt voor de zoveelste keer de bal. En dat gaat ook slecht met die twee Nederlandse spitsen. De Vries is er één, Izaard is de andere. De Vries probeert
elke bal die hij krijgt te scoren. Dat kost hem veel kracht en het lukt hem ook nog een keer niet. En Isaat, ja, die weet niet precies wat hij moet doen op die midvoorplaats. Hoopt alleen op een vrije worp. Maar meer dan 20 keer werd door deze spelers de bal verspeeld. En dan maak je het je verdediging wel heel erg moeilijk. En Trumbiet zal het ook moeilijk hebben om uit te leggen aan de andere spelers waarom deze twee nog steeds meedoen. Balbezit voor de Grieken. Laatste secondes van de 35 tikken weg. Dan komt zo dadelijk het fluitsignaal. Dan is er nog 6 seconden te spelen. Vrije worp wordt snel genomen. Komt via een Nederlandse speler bij John Jansen. En die schiet tijdens het fluitsignaal in 4-4. En dat is echt in het fluitsignaal dus. Hè? En zo spelen we gelijk tegen de Grieken. 4-4. En als we het dan toch over we hebben. Wat is het niet heerlijk op zo'n avond te zeggen dat we er medailles bij hebben. Want kijk maar, hier is het klassement na vandaag, de maandag. De medailles. Het gros. Zilver op de 800 meter dames. Het schoonspringen, het gewichtheffen en de 10 kilometer snelwandelen. De Verenigde Staten. Zilver bij het zeilen voor mannen in de 470 en de Vin-klasse. Zeilen vrouwen in de 470-klasse. En zilver en brons op de 110 meter horde. Duitsland. Goud in het gewichtheffen en bij de 10 dressuurpaarden. En brons bij het schoonspringen voor dames. China. Goud bij het tafeltennisdubbel, 10 kilometer snelwandelen en het schoonspringen. Brons op de 10 kilometer snelwandelen. Spanje, 3x goud bij het zeilen mannen en vrouwen en de Vin-klasse mannen. En Nederland, 1x goud, Ellen van Lange op de 800 meter. En 1x zilveren teamdressuur met Ankie van Grunsven, Ellen Bontje, Tineke Bartels en Annemarie Sanders. 1, 3, 6. 1x goud, 3x zilver, 6 keer brons. En in weerwil van alle slechte resultaten van verleden week staat het er toch maar. En mogen we dan hiermee afsluiten om bijna 11:45 op de maandagavond deze stad behoort vanavond wat ons betreft en waarschijnlijk ook wat u betreft aan Ellen van Lange. Tot morgen.